Afgelopen week maakte Nederland al kennis met de nieuwe liefde van Peter Gillis en Evert. Dat hadden we er even doorheen. Ja, dat hebben we er even doorheen gejast dinsdagavond. We hadden een heel uitgebreid interview over Wendy en Peter. Ja, en goede vriend. Ja, goede vriend, ja, ja. Peter Gillis. Doe die foto nog even een keer laten zien. Ja, Peter Gillis. En nu zegt, Nicole, ik heb ook een nieuwe liefde. Althans, gisteren plaatsten ze op Instagram een nogal mysterieuze foto van een man die achter de stond. Ja, dat is toch niet mysterieus? Nou, we wisten niet wie het was. Dus daar moesten we toch wel eventjes achteraan. En dat is gelukt. Hij heet, dat was in Spanje dus. Steven, ja. En hij spreekt Engels. Daar zijn we achtergekomen door contact met hem te zoeken. En dan doet hij ook wel een boekje open aan onze redactie. Want hij is helemaal weg van Nicole. En zegt, ik kan jullie niet vertellen hoe verliefd ik ben geworden op deze lieve, kwetsbare, maar ook sterke en intelligente vrouw. En dan vertelt hij ook dat zij hem inmiddels verteld heeft dat ze het een en ander heeft meegemaakt in een oude relatie. Dus dat is met Peter. En daarover zegt hij, jullie zien niet wat voor trauma's Nicole allemaal heeft van mentaal en fysiek misbruikt zijn. En hij eindigt het bericht dan met, ik hou van haar. Nou, snel, maar als het goed zit, zit het goed. Zeker. Ja, hij is personal trainer. Zo hebben ze elkaar leren kennen in Marbella. Hij lijkt niet op Peter. Nee, zeker niet. En hij heeft, de beste bedoelingen met haar, zegt hij. Hebben wij enig idee hoe het gesteld is met Nicole haar Engels? Want het is natuurlijk wel lastig als iemand een andere taal spreekt. Ja, zeker. Je moet altijd kunnen lachen in je eigen taal, geloof ik. Dat is altijd een recept voor een goede relatie. En dat weet ik niet. Nee, daar komen we wel achter, hoe lang dit stand houdt.